Nou ja, mee op reis zo. Over de wereld. Ik nodig je graag uit om een beetje mee op reis te gaan. En het eerste wat ik je eigenlijk wil vertellen is een beetje boute stelling. Is, nou ja, wat doen wij nou toch met verandering? Wat hebben jullie nou toch gedaan en hoe werkt verandering? En de boute stelling die ik heb is, ik denk dat wij in het Westen, in westerse organisaties, als enige plek op aarde, dat we echt iets heel geks doen als het om verandering gaat. Wij denken namelijk dat we verandering in twee stappen kunnen doen. Van IS naar SOL, van werkplan 2014 naar 2016, van oude naar nieuwe situatie, dat we een soort flap kunnen doen. En dan is het leven helemaal leuk en anders. En ik denk dat dat niet kan. Want als je kijkt naar hoe de meeste tribes of volken en ook de meeste personen in je eigen leven veranderen, gaat dat in drie stappen. Nou, een beetje uitleg zo. Wat je hier ziet is de foto van een Ndembo-jongetje. En een Ndembo is een volk in Centraal-Afrika. En die hebben hele uitgebreide overgangsrituelen, ritepassages. En dat hebben niet alleen de Ndembo, hè, dat hebben we eigenlijk overal ter wereld. Dus hele uitgebreide rituelen als je van een jongetje of een meisje naar een volwassen man of vrouw gaat bijvoorbeeld. Dus overgangsmomenten in het leven. En wij hebben ze ook, hè, bij als een kindje geboren wordt of doop of huwelijk of als iemand overlijdt. Dan doen we ook dingen om die overgang te markeren. Maar we zijn het een beetje vergeten. Nou, bij de Ndembo en sommige andere volken doen ze het heel uitgebreid. Als dat bij de Ndembo de jongens volwassen worden, meisjes ook, maar dan is het iets minder uitgebreid, dan wordt het gevierd. Dan worden ze door hun moeders letterlijk het dorp uitgeslagen. Wij zouden direct een meldlijn bellen, gaat nogal stevig aan toe. En dan hebben ze takken met stekels eraan en lakens met een knoop erin. En dan worden ze het dorp uitgejaagd. De jongens moeten hun kleren uittrekken. Want het zijn kinderkleren, die heb je niet meer nodig, je bent geen kind meer. En dan gaan ze naar een plek in het bos, en dat heet de plek des doods. Nou, dat is best spannend, als je zo 11, 12 jaar bent, dan worden ze volwassen. Maar op de plek des doods leer je hele nuttige mannen dingen. Je leert hoe je een mango uit een boom plukt, of hoe je een aapje schiet met pijl en boog, of hoe je verhalen over de voorouders vertelt aan het kampvuur, of hoe je een oorlogsdans danst. Hoe je geld uitgeeft, bier drinkt, meisjes versiert. Dat soort enorm nuttige mannen dingen. Ik heb nu een zoon in de studentenintroductie lopen. Dus nou ja, een beetje vergelijkbaar proces. En dan ga je naar die Ndembo. Dan ga je zo naar, boshut. En die plek des doods, dat is een soort scoutinghuis, een soort boshut op palen. En daar blijven die jongens zo'n 2-3 maanden. Tot het klaar is. Tot iedereen, ook het langzaamste jongetje, alle vaardigheden heeft geleerd. En dan komen ze terug in het dorp en dan moeten ze een soort test afleggen. Een soort proeven van bekwaamheid. Hier zijn de mannen ouder, het is in Ethiopië, in de Omo-vallei, in zo'n 18, 19 jaar. En dan moeten ze over een rij koeien heen lopen. Nou, dat is heel moeilijk, beesten staan niet stil, dus dat is echt taf. En in Brazilië moeten kinderen bijvoorbeeld, in de Amazone, moeten kinderen hun hand in een vuurmierenhoop steken. Dat prikt heel erg en word je gebeten. En sommige volken moet je door een brandende heg heen springen of door een rivier waden. Je moet iets moeilijks doen. En wij kennen dat ook, hè? Dat heet afscheidsmusical groep 8. Zo, dus dan, ja, zelfde idee. Mam, ik heb mijn tekst niet. En dan heel hard huilen, dan ken je tekst toch. En dan, nou ja, dan doe je je ding en dan ben je brugklasse zo ongeveer. Dus nou ja, ritepassages, overgangsrituelen om van de een naar de andere levensfase te komen. En het bijzondere is dat je leert in dat ondertussen, in dat scoutinghuis, in die boshut. En je bent eerst ben je kind, dan ben je niks, dan zit je in die hut en dan ben je volwassen. Veranderen gaat in drie stappen. En wij doen in westerse organisaties doen we echt iets heel raars. We halen dat ondertussen weg. En dan vaak helaas met de vakbond of de ondernemingsraad voorop. Die zegt, nou ja, we willen wel snel duidelijkheid hebben over de nieuwe organisatieinrichting. Of we willen heel snel weten wie op welke plek komt te zitten of hoe het nieuwe functiehuis eruit ziet. En wat je daarmee eigenlijk doet, is je verandert tijd, je verandert kracht zo verkorten dat je over 2 jaar weer moet reorganiseren. Want mensen veranderen in het ondertussen, als je betwixt en between bent. Dus tussen sociale rollen in. En nou ja, waarom doen we dat? Antropologen noemen die tussentijd de liminale fase. Een beetje ingewikkeld woord van limits, van grenzen. Dus je overschrijdt levensgrenzen. Dus niet van lumos, van licht, maar je zit in een liminale fase. En een liminale fase gaat over drempels overgaan, drempels oversteken. En
we doen dat, we vinden het niet leuk, die liminale fase, want het voelt niet zo lekker. Het voelt een beetje of je loshangt. Ik weet niet, misschien ken je dat gevoel nu ook weer wel zo in die verandering. En de ene kant heeft je al losgelaten, maar de overkant heeft je nog niet gevangen. Dus je weet nog niet, ja, het voelt los, letterlijk. En je bent je oude zekerheden kwijt. En hoe het in ons neurologisch, in ons brein werkt, we hebben er allemaal van dat leuke badmutsonderzoek op gedaan, is dat het voelt nog het meest, is het meest vergelijkbaar dat je verliefd bent en je weet nog niet of hij of zij ook bij jou is of niet. Dus aan de ene kant denk je, yeah, het leven wordt leuker, kansen zo, mooie nieuwe dingen en een goed verhaal van de directie waarom het allemaal moet. Dus yes, hoop. Dus dat je beloningscentrum wordt geactiveerd. En aan de andere kant denk je, nou vind ik het toch niet leuk en dan wordt je strafcentrum geactiveerd. Dan denk je, nou gaat toch niet lukken, en gedoe en weerstand. En dat gaat tegelijkertijd in je brein, zijn die twee gebieden tegelijkertijd actief. En dan krijg je een soort kortsluiting in je hoofd. En dat is liminaliteit, is een raar gevoel. En ik denk dat we het allemaal wel kennen uit je persoonlijk leven. Dat je, als je iets ingrijpends meemaakt, dus iemand die je heel lief is overlijdt, of je bent zelf ziek, of je hebt problemen in je relatie of in je huwelijk, of onzekerheid op je werk. Dat zijn vaak de periodes dat je achteraf zegt, hé, mijn vrienden zijn mijn vrienden niet meer. En dat komt niet omdat die vrienden zijn veranderd, maar dat komt omdat jij bent veranderd. Mensen veranderen in het ondertussen. Je wordt er krachtig in. En het gekke is dat we dan in organisaties, dat we die pijn willen wegmaken. Dus we willen die pijn van liminale groei, van het ondertussen, willen we niet voelen. Want het voelt naar liminaliteit. En wat je ervan krijgt is wat mensen gaan doen. Je krijgt behoefte aan craving, dus aan bitterballen en chocola en vette troep en chocolade, Tony Chocoloni en zo. Ben en Jerry chocoladeijs met soeplepels. Dus dat ga je doen en mensen worden wat chagrijniger. Je hebt een korter lontje, je korte termijn geheugen wordt wat slechter. Als je verslavingsgevoelig bent, kan dat toenemen. Dus liminaliteit is best een moeilijke staat neurologisch om in te verkeren. En daarom willen we het verkorten. En dan willen we zo snel mogelijk weer naar die overkant, want daar is het weer lekker helder en duidelijk en snapt ons brein weer alles. Nou, dit is een rabbijn, vind ik heel grappig, rabbijn Tversky, orthodox-Joodse rabbijn. En die heeft een heel hip YouTube-kanaal waarop hij allemaal levensvragen beantwoordt. En die zegt wel iets interessants over liminaliteit en stress. Komt-ie. There's something I want to tell you about the stress and how we have to look at stress, okay? And I think it's an important thing that many people have told me from my lectures, the one thing they remember, okay? I was sitting in a dentist's office and looked at an article that said, how do lobsters grow? Well, I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never comes off its shell. So I think that we have to realize is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Nou ja, wijze woorden zo. En als je erin zit, voelt het anders, hè? Dan is het gewoon balen. Zo, hè? Dus dat is er ook. Nou, waar je dan behoefte aan hebt, jullie mensen behoefte aan hebben, aan wie je leiding geeft, waar je zelf behoefte aan hebt, dan heb je behoefte aan liminale leiders. En liminale leiders zijn leiders die je helpen om van die ene naar die andere levensfase te komen, of organisatiefase te komen. En een liminale leider, bij die Ndembu heb je twee soorten leiders. Je hebt de chief, die past op het dorp. Dus als die jongens het bos in gaan, dan blijft de chief in het dorp en die zorgt dat de tent open blijft en dat het mais van het land wordt gehaald en dat het vee te drinken krijgt. Dus die bewaakt going concern, zou je kunnen zeggen. En je hebt de sjamaan, de magier, en die gaan met die jongens het bos in. En zeggen die jongens tegen die sjamaan, goh, dan mag ik weer naar huis, want daar is het veel leuker. En dan zegt hij, dat weet ik niet, want we gaan terug als
de geesten het willen. En dat is als iedereen een volwassen man is geworden, want daarom zijn we in het bos. En het enige wat die shamaan doet, is zin geven aan het ondertussen. De narrative of change vertellen. Dus die steekt kampvuren aan en die zegt elke avond, we zijn hier omdat je van jonge volwassen man moet worden. Dus die vertelt alleen maar wat het nut is van daar met z'n allen zo in dat bos zitten. En die heeft geen 7 maands meldpunten KPI agenda planning zo. Dat heeft hij niet. Dus het is af als het af is. En dat vinden we in organisaties vinden we dat heel moeilijk te begrijpen. Wanneer is de reorganisatie af? Als die af is. Als we snappen wat we nu gaan doen. Als we met elkaar bedacht hebben. En wat hun organisaties vaak doen, is dat we dan alle ND-programma's of persoonlijke ontwikkelprogramma's stilzetten. Zo van, ja, weten we nog niet precies wie op welke stoel terechtkomt. Dat is het stomste wat je kan doen. Maar juist in liminaliteit komen mensen in hun kracht te staan. Want je moet wel, want je oude zekerheden zijn weg. Dus er is een mythe dat mensen leren in een veilige werkomgeving. Of in een veilige leeromgeving. Dat geldt voor cognitieve vaardigheden, geldt dat. Dus je applicatiecursus of je typcursus, daar geldt dat voor. Maar voor persoonlijke ontwikkeling leer je vaak uitstekend in onzekerheid. Want dan moet je wel. Dus dit is de tijd om met mensen te hebben over persoonlijke ontwikkeling en over wat ga jij dan doen. En dan werkt het niet als je die rol van chief en van shamaan te veel door elkaar gooit. Dus als je 's ochtends met iemand een beoordelingsgesprek hebt en die was je eens een beetje zo de oren. En dan zeg je 's middags dan heb je een overleg over de inrichting van de nieuwe locatie. Of hoe je met elkaar omgaat of het team of een nieuw product. En dan zeg je je mag alles heel open en eerlijk tegen me zeggen. Ja, dat werkt niet. Dus dat werkt alleen maar als je heel erg petje omzet. Het liefst laat je het door 2 verschillende mensen doen. Dan heb je een concern manager, de chief en de shamaan, de verandermanager. Dat is het handigste. Maar als je dat niet hebt, doordat je gewoon niet 2 personen hebt of geen geld daarvoor hebt, dan is het handig als je echt petje omzet. Dus als je zegt, oké, 's ochtends zit ik in mijn kantoor met mijn jasje aan en ben ik chief. En 's middags gaan we brainstormen over de inrichting van het nieuwe team of nieuwe locatie. En dan gaan we in het stadspark met broodjes of op het zitje. Dus dat je echt iets anders doet. Dat je mensen heel duidelijk maakt dat je een andere rol hebt. Dat helpt. Wij mensen hebben daar hele duidelijke rituelen voor nodig. Om te zien dat we daar iets anders aan het doen zijn dan in de ochtend in het beoordelingsgesprek. En shamanen zijn magiërs. Die moeten verleiden. Die doen andere dingen. Die zijn een beetje spannend. Je denkt, waar gaat die nou heen? Shamanen zijn spannende mensen. En die hebben magische eigenschappen. Die steken kampvuurtjes aan. En doen rare dingen met geesten en goden. En de voorouders van de Rabo aanroepen. Dat is wat shamanen doen. Dus die doen andere dingen. Waartoe waren wij op aarde? En het enige wat shamanen hoeven te zeggen eigenlijk is dit. You're not lost your hair. Dat is precies waar we moeten zijn. En zoals mensen zeggen, ja, wanneer wordt het weer leuk? Wanneer weet ik of ik op mijn plek terechtkom of niet? Zo. Zeg you're not lost your hair. Dit is precies goed. En dat is heftig, hè? Want mensen willen die zekerheid, want die willen niet in dat ondertussen hangen. Dat doet pijn en dan gaan ze bitterballen eten. Maar dit is wat je eigenlijk te zeggen hebt.